half september zijn we. Dat betekent ook voor Knokke-Heist dat we een stukje gaan moeten nazomeren. Het mooie weer is er alvast. En wie is er ook? Schepen van Toerisme, Anthony Bietenzelle. En die moet er alles over weten, over nazomeren. Wel, we hopen dat we, wat we in de tweede helft van augustus gezien hebben, een rustige, kwaliteitsvolle badstad, dat we dat kunnen doortrekken, zo lang mogelijk. Hopelijk met mooi weer, want dat is natuurlijk bepalend. Maar normaal gezien, ja, zal het in de volgende weekends nog mooi weer zijn. Dus dan denken we dat we nog een mooie, goed draaiende badstad zullen hebben. Hetgeen betekent dat een aantal initiatieven die in het leven zijn geroepen een verlenging krijgen. Mag ik dat zo stellen? Wat er verder loopt is in elk geval de shopping shuttle. Die loopt door. Er komt die loopt door tot normaal gezien het einde van de kerstvakantie. Dus dat zal begin januari zijn. Maar er komt ook een stuk bij waar je normaal nu het einde hebt aan de Q8 in de Kustlaan. Gaat er een tweede lus komen naar het Zwin. En die stopt ter hoogte van de Appelzakstraat voor de bediening van de Surfers Paradise, RSB, RBSC en wat daar aan strandbeleving is. Dus er zijn een aantal zaken die we gaan doortrekken. Een aantal zaken die we gaan herevalueren en bekijken of we ze meenemen naar het volgend jaar. Is het ondertussen al een stukje duidelijk wat absoluut niet meer kan of wat absoluut niet meer moet of wat geen succes was? Of ben ik daarvoor te vroeg? Net te vroeg, denk ik. Ik denk dat we een aantal zaken beoordelen over de zomer, maar ook beoordelen over wat het in het najaar geeft. Dus een aantal zaken kunnen we nog geen definitief oordeel over vellen, maar we zijn het aan het bekijken wat er allemaal in de weegschaal ligt en wat moet uitgebouwd worden en wat moet afgebouwd worden. Goed, na zomeren is één, dat is duidelijk. De evaluatie komt eraan, maar ook komt dan straks die winter eraan. Is daar ook al aan gedacht om dan ook nog een aantal initiatieven naar voren te duwen? Wel, we zitten nog altijd in coronatijd, dus we weten niet wat het najaar of oktober, november zal brengen naar de belemmeringen, naar bijsturingen. Hopelijk valt het allemaal mee, maar het zou ook kunnen tegenvallen. Dus heel zware planning hebben we niet kunnen maken. Wat we wel zeker zijn, is dat het Lichtkunstfestival dat opnieuw doorgaat. Dat is de derde editie. We hadden ons verbonden voor een aantal edities. En dat is de laatste editie die normaal gezien van de huidige reeks die langskomt. Dus dat is iets wat in open lucht gebeurt, wat eigenlijk behoorlijk coronaproof is. En dus eigenlijk normaal gezien wel zou kunnen doorgaan. Een ander initiatief in de zomer was natuurlijk ook de waardebonnen, het punten sparen. Hoe zit dat? Wel, we hebben de cijfers in het Schepencollege kunnen inkijken. We hebben gemerkt dat er ongeveer 20.000 verblijven zijn die er al aan hebben deelgenomen. U weet dat we ongeveer 18.000 eerste verblijven hebben, ongeveer 20.000 tweede verblijven. Dus dat wil zeggen dat ongeveer een kleine helft van de mensen die bon geactiveerd heeft. En dat betekent dat die mensen met wat ze hebben opgespaard aan waarde zullen kunnen uitgeven tussen 12 oktober en 6 december. Dus dat is die periode waar normaal gezien de handel wat stilvalt. We hopen dat de mensen dan die extra centjes zullen spenderen en op die manier de economie een brug zullen laten maken van de zomer en de nazomer naar het kerstgebeuren, waardoor we eigenlijk continu onze lokale economie hebben kunnen zien ondersteunen. Dan zitten we in de winter, inderdaad. Knokke-Heist in de winter, dat is dan mijn volgende vraag. Zijn er daar ook een aantal initiatieven of komen die eraan? Wel, we hebben het Lichtkunstfestival. Het Lichtkunstfestival dat coronaproof is. En dat is een van de zaken is wat we durfden vastleggen en bevestigen. Maar eigenlijk voor de rest is het een beetje koffiedik kijken wat onze gezondheidstoestand zal geven. Zullen er opnieuw uitbraken zijn? Zal dat leiden tot opnieuw verstrengingen? We gaan ervan uit dat een complete lockdown niet meer aan de orde zal zijn, maar dat toch wel een aantal zaken misschien wel zullen belemmerd worden als er opnieuw corona-uitbraken zouden zijn. Dus we zijn zeer voorzichtig geweest in het plannen van zaken. Dus het gaat er eigenlijk komt er eigenlijk op neer dat we de basisingrediënten zullen verzorgen. Dat wil zeggen de kerstversiering, de kerstverlichting, alles op een zeer hoog niveau samen met het Lichtkunstfestival, hopen dat we daarmee een aantrekkelijk kader hebben waarvoor de mensen gewoon naar Knokke-Heist komen om te shoppen, op restaurant te gaan, in familie, de natuur te beleven. Dus eigenlijk de basisingrediënten die coronaproof zijn, dat is eigenlijk de essentie. Winterterrasjes voor de horeca, zit dat erin? Wel, dat is ook iets wat bekeken wordt, hoe dat kan bestendigd worden, want het blijkt inderdaad dat de horeca die buitenruimte nodig heeft. Dus dat moet op een of andere manier kunnen verzorgd worden dat daar met de winterse temperaturen misschien toch kan gegarandeerd worden dat die ruimtes ook kunnen te gelde worden gemaakt.
Nog wat werk aan de winkel. We komen terug wanneer er nog wat meer duidelijk wordt, uiteraard. Met veel plezier.